We zijn hier bij Dierenasiel Breda, waar een marathonuitzending plaatsvindt van Breda Nu om geld in te zamelen. We gaan binnen kijken waar ze allemaal mee bezig zijn, wat ze precies allemaal aan het doen zijn. Hans en Saskia, jullie zijn druk bezig met de Marathon Radio uitzending hier in het Dierenasiel. Waarom is deze Marathon uitzending er? Deze Marathon uitzending die is eigenlijk bedoeld voor het Dierenasiel, die wij als Breda Nu zijn er natuurlijk ook een heel warm hart toedragen. En het probleem is dat de honden onder het hekwerk door gaan graven en daardoor eigenlijk in principe naar buiten gaan. Nou, hier zie je dus onderaan dat de hekken al een beetje uitgelubberd zijn van het sleuren. Hier hebben ze aan zitten trekken en zitten bijten. Aan de buitenkant zijn er al hekken tegen aangezet om dat opnieuw af te sluiten. Hier is een kat ontstaan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Saskia, jullie willen, begrijp ik dus uit Hans, een nieuw hek. Wat is daarvoor nodig voor dat nieuwe hek? Nou, het klopt inderdaad dat wij heel graag een nieuw hekwerk voor de buitenspeelweides willen. Wij hebben in dit grote asiel 8 buitenspeelweides. En die moeten compleet eigenlijk vervangen worden. Echt door ijzerhekwerk in plaats van het draadhekwerk wat er nu is. Hier is het dus heel duidelijk. Dit is al een beetje provisorisch dichtgemaakt. Dit is dus ook een heel duidelijk geval van een gat. En dat willen wij vervangen. Dus eigenlijk hebben wij hekwerk nodig voor 8 grote hondenspeelweides die vervangen moeten worden. En daar zijn we via een mooie crowdfundingcampagne geld voor aan het inzamelen. Wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Breda via Breda Breed. Dat is het platform waar mensen ook op kunnen kijken. En mensen kunnen daar ook op doneren. En zo helpen zij ons aan ons beoogde doel. We zijn in ieder geval nu bezig om de eerste €5.000 binnen te halen. Zodat we in ieder geval de eerste allergrootste speelweide kunnen vervangen. Dus dat is ons doel en dat gaan we hopelijk halen. En daar is vandaag de Radio Marathon in ieder geval een heel groot onderdeel van. Nog ruim 40 dagen de tijd om geld op te halen. Dus je kunt buiten vandaag om nog 40 dagen lang kun je geld doneren. En dan hopen we dat het bedrag bij elkaar is. Inderdaad, dan hopen we inderdaad als Breda Nu zijn er natuurlijk ook dat het geld bij elkaar is dat alle honden gewoon veilig achter slot en grendel zitten. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En daarom werken we er graag aan mee. Mooi. Dan wil ik jullie heel veel succes wensen. En we hopen natuurlijk dat er veel geld wordt opgehaald zodat dat mooie hek hier kan komen en de honden veilig zijn. En veel succes verder. Dankjewel.